Er werd van alles gescholden geroepen. Achtervolg tot aan huis. Iets waar ik dan niet probeer over na te denken, want dan durf ik gewoon straks niet eens meer naar buiten waarschijnlijk. Alleen omdat je niet in elkaar geslagen wordt, betekent het niet dat het niet super bedreigend is. Dat is ook iets waardoor ik heel bang ben om uit te komen als zijnde transgender naar de buitenwereld. Mensen komen nooit naar de persoon zelf. Ik zou eigenlijk willen dat het niet meer hoeft uit de kast te komen. Er wordt wel eens een keer het woord homo naar me geroepen, maar dan denk ik, ja, dat ben ik ook. Dan schreeuwde ik gewoon dat het heel lekker is met meisjes te zoenen of zo. Ik ben anders dan anderen, maar we zijn nogmaals, we zijn allemaal mens. En uiteindelijk, we hebben allemaal onze pijn. Omdat ik vind dat ik ben wie ik ben en als ik niet mezelf kan zijn, dan gaat het niet goed. Vrijheid om te zijn wie ik ben, om te houden van wie ik wil. Ik heb me eigenlijk door een ander persoon te creëren, eigenlijk ook mezelf meer geaccepteerd. Zo dicht bij mezelf had ik nooit kunnen komen dat ik dat niet had gedaan. Daarom kan ik het, omdat ik het niet kan.